Oké, hier zijn we weer met een nieuwe week, een nieuwe bedroom soap met Celine Bernaert uit Breda. Onze favoriete Nederlandse make-up-artist. Hallo! Hallo! Voor we met onze tutorial beginnen, heb ik een paar vraagjes voor haar. Zie je een groot verschil op beautyvlak tussen België en Nederland? Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb, maar een van de allerbeste make-up artists ter wereld, meerdere zelfs, die komen hier vandaan. Ja. Ik bedoel, kijk maar naar Peter Philips en Ingrunjaar. Ik bedoel, ja, je kunt er niet omheen. Ja, je kunt ja. Er gewoon niet omheen. Ja, want er wordt eigenlijk vaak gezegd dat België een bravere markt is, maar uiteindelijk zijn er toch mensen zoals hen die de toon zetten. Hè? Ja, ja, ik denk dat ze misschien daarom ook wel meer naar het buitenland toe trekken. Ik denk dat qua magazines hebben wij iets meer voordeel in Nederland. Iets meer magazines zou voor kunnen werken. Ja. Maar jullie hebben de Antwerpen 6 en een goede modeopleiding. En El België. Heel belangrijk, natuurlijk. Weet je ook, want je lacht al heel de tijd naar mijn accent. Nee. Weet je ook dat we bepaalde beauty termen anders uitspreken of anders kennen dan bij jullie? Zeg eens iets. Blush. Nee, hetzelfde. Dat is een Engelstalige term. Pufferborstel. Nee, ik weet het niet. Misschien moet ik dan iets vaker met Belgische make-up artists samenwerken of zo. Oké. Ik denk dat ik daar nog niet achter ben. Ja, oké. Dus op dat vlak spreken we wel redelijk hard dezelfde taal. Ja, ik denk dat heel veel Engelstalige termen voorbij komen. Ja,